Hallo meisjes, jullie konden het reeds zien op Instagram. Ik had een mooie facechart gevonden van MAC met een heel mooie look. Ik heb al heel veel verschillende mooie looks gevonden, maar ik vond deze de mooiste om mee te beginnen. En ik wou daar eigenlijk een soort copy de look van maken, die look namaken. Nu, die facecharts zijn niet altijd even gemakkelijk om te vinden op internet, maar ja, je vindt ze wel. Zoek vul gewoon in MAC facechart en in dit geval noemt de look Steal My Heart. En het is een mooie, eenvoudige, vrij eenvoudige look, laat ons zeggen. Ik zal het even tonen hoe de look juist is. Dit is de look. Natuurlijk, ik ga de bloemen er niet bij doen, maar het is een mooie, heel roze look met een lichtbruine bronzer en dergelijke. Dus ik wou deze even voor jullie maken. Nu, ik kom terug van het werk, dus ik heb nog make-up op, zoals jullie zien. Dus ik ga deze eerst verwijderen en daarvoor gebruik ik deze D-Makeup Sensitive Reinigingspads. Momenteel heb ik geen bril op, maar ik heb mijn lenzen in, dus ik moet een beetje opletten met het wrijven met die sensitive. Dus ik hoop dat het goed gaat. En ik neem er even mijn spiegel bij. Ik laat het even inwerken. En dan ga ik mooi wegwrijven zonder mijn lens te proberen te verschuiven. Want anders wordt het wel moeilijk. Dus ja, mijn look is eigenlijk wasvrij natuurlijk. Maar je ziet wel het verschil. Nu, eigenlijk zou ik er alles moeten afhalen. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel qua helaas make-up op. En de bronzer die ik ga gebruiken had ik toch al op vandaag. Dus ik ga eventjes enkel de ogen eraf halen. Zo. Zo. En laten we beginnen. Ik heb hier geen primer gelegd. Dat is misschien niet zo slim. Maar laten we gewoon concealer gebruiken als primer. En we beginnen natuurlijk met de ogen. Ik ga mijn ogen primen met deze concealer. Zo. Ik heb hier ook opgeschreven naast mij hoe ik deze look moet maken. Dus als ik eventjes af en toe eventjes wegkijk, dat is de reden. Dus even kijken. We gaan eerst highlighten onder de wenkbrauwen en daarvoor gebruik ik deze kleur uit het Catrice palet. En dit Catrice palet is nummertje 050 Twinkle in the Eye. Nu, ik vermoed dat dit palet niet meer te koop is, maar gewoon elke lichte shimmery oogschaduwkleur voldoet eigenlijk. En ik neem hiervoor een blending kwast van e.l.f. Dit breng ik aan. Dit zit in de weg. Laten we dat even uit de kant doen. Zo. Oké. Zo. En dit breng ik aan onder de wenkbrauw. En dit moet eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat de ooghoek open blijft. Zo. Ik doe hetzelfde natuurlijk langs deze kant. Ja, sorry voor het licht, maar de zon is onder, dus ik moet mijn kunstlicht doen. Maar ik denk dat het toch wel vrij duidelijk is wat ik aan het doen ben. Hè. Ik ga nog een beetje bijgeven. Zo. Ja, als je weerkaatsing ziet op mijn ogen, dat is mijn spiegel. Oké, dan. Neem ik het Essence All About Candies palet en dit breng ik aan op het bewegende ooglid. En ik neem de oranje, pastel oranje kleur. En ik gebruik diezelfde blending kwast. Ik vind dat wel gemakkelijk. Zo. En dit breng ik aan over het gehele ooglid. En dit heeft een zeer licht en natuurlijk effect.
Ik denk dat het voor jullie makkelijker is dat ik mijn lenden insteek voor een tutorial, want dan heb ik minder de neiging om mijn spiegel voor mijn gezicht te houden. Laat het mij weten wat je ervan vindt. Nu, meestal draag ik niet graag lenzen, maar omdat het zo weer wat warmer en zomerser wordt, doe ik het wel, omdat ik dan een gewone zonnebril kan opdoen. En anders moet ik er altijd aan denken om mijn aangepaste zonnebril mee te nemen. Oké, dan neem ik het roze kleurtje. Dit zit hier in het midden. En dit breng ik aan in de inner crease. Sorry, mijn lens zit niet meer goed. Oké. En wat bedoel ik met de inner crease? Uw crease loopt door tot hier. Dus ik ga hier die kleur aanbrengen. Het roze had misschien iets feller nog mogen zijn. Dat jullie het kunnen zien. Maar ik zoom sowieso straks nog eens in, dan kunnen jullie het zeker goed zien. Oké. En dan doe ik natuurlijk hetzelfde aan de andere zijde. En dit is eigenlijk tegen natuurlijk aan andere looks. Want normaal gezien ga ik altijd een donkerder kleur aan de buitenkant steken en niet aan de binnenkant. Dus ik ben wel nieuwsgierig wat dit eigenlijk zal geven. Hè. Je blendt dit goed uit, maar we maken dat de grootste hoeveelheid kleuren aan de binnenkant zit. Dan neem ik terug mijn Twinkle in the Eye palet en neem ik de lichtbruine kleur. Excuseer. En die ga ik over het roze aanbrengen, maar in mindere mate. Dus deze moet eigenlijk moet ik een andere kwast gebruiken daarvoor. Ik gebruik hiervoor een roze Forever 21 kwast. Neem wat op en ik ga dit eigenlijk echt in de crease gaan zetten waar we net dat roze gezet hebben, maar in een dunnere lijn. En ook dit gaan we mooi blenden. En we gaan mooi tot beneden in het oog. Zo. En nu doe ik hetzelfde natuurlijk aan de andere kant. We gaan dat mooi uitbrennen. Ja, ik ben het niet gewoon om tutorials te doen met mijn lenzen in. Dus ik probeer de spiegel verder te houden, maar ik heb nog steeds die neiging om die zo dichtbij te houden natuurlijk. Zo. En je ziet dat, hierdoor lijken mijn ogen natuurlijk een stuk dieper te worden. Nu. Dit ben ik vergeten. Ik heb een zwarte eyeliner nodig. Ik heb hier namelijk genoeg geen gel liner bij mij. Maar in mijn dagelijks toilettasje heb ik een zwart oogpotlood. Dus ik gebruik even het zwarte oogpotlood. Ik denk wel dat het effect met een gel liner mooier zou zijn. Ik gebruik het zwarte oogpotlood van Sense Beauty. En hiermee gaan we een mooie zwarte lijn boven het ooglid aanbrengen. En we proberen deze zo strak mogelijk te zetten, maar hij mag wel ietsje dikker zijn. Zo. Nu langs de andere kant hetzelfde. We doen geen wing. Want het moet een mooie, clean look worden. Zo. Daarna nemen we terug de roze oogschaduw. En natuurlijk gaan we deze ook onder het oog aanbrengen. En hiervoor gebruik ik deze elf kwast. Dit is de elf smudge kwast. En ik neem terug die roze kleur.
En ik breng deze van buiten naar binnen aan. Onder het oog. Doe hetzelfde aan de andere kant. Zo. En hierbij letten we echt wel op met de lenzen. Dit ben ik niet gewoon aan de onderzijde met lenzen in. En dan is het tijd voor mascara. En als mascara gebruik ik deze Clum Defy mascara van Max Factor. Ja. En ik breng één laagje aan. Dan ga ik verder met de rest van mijn make-up. En dan ga ik nog een tweede laagje aanbrengen. Het eerste laagje zit erop. Dan gaan we verder met de wenkbrauwen. Hiervoor gebruik ik het Elf Essence palet. Excuseer. Ik gebruik de donkerste kleur, want ja, mijn lichtste kleur is op. En ik gebruik kwastje van Elf, de Professional Concealer Brush. Maar ik vind dat deze ook heel goed werkt eigenlijk om mijn wenkbrauwen te doen. Omdat het een stevig dun kwastje is. Nu doe ik hetzelfde aan de andere zijde. Zo. Ja, sorry jongens, mijn lenzen zitten aan mijn tand. Oké. We zijn er bijna. Ik heb hier nog wat concealer staan. Omdat ik mijn gezicht niet opnieuw gedaan heb, ga ik de plekjes wat bijwerken met concealer. Zo. En ook langs deze zijde natuurlijk. Al is het maar om het wat meer egaal te maken. Hè. Zo. En natuurlijk de neus. Want op het einde van de dag ziet hij bij mij altijd... Jammer genoeg vrij rood. Zo. En dan is het tijd voor blush en bronzer. De blush die ik gebruik is de, ik denk 04 van de Body Shop. Ik gebruik een kwast. Maar wat ik anders doe dan anders om een natuurlijk effect te creëren, is ik neem wat blush op mijn borstel. Ik tik die af. En in plaats van te vegen, ga ik deppen. Ik heb dit geleerd op de MAC Pro-klas. En ik vind inderdaad dat het een mooier en natuurlijker effect geeft. En dan doe ik dit aan de andere kant ook. Zo. En dan nemen we de bronzer, maar we gaan deze bronzer ook als highlighter gebruiken. Ik neem eerst de donkerste kleur, laat ons zeggen, van dit palet meer. En dit gebruik ik als shaping bronzer, dus dit breng ik hier aan. Nu zie je dat er nog heel sterk uit, maar ik ga deze subiet blenden. Ik doe hetzelfde aan de andere zijde. Hoi. Ik zal het toch maar beter in de spiegel doen, want anders gaat mijn borstel de verkeerde richting uit. Dus je ziet, nu is het momenteel nog redelijk sterk gedaan. Zijn het dat de ene kant sterker is dan de andere kant. Zo. Oké. En dan gaan we natuurlijk blenden, hè. We gaan dit goed inblenden.
stukje. Dan doen we langs de andere kant hetzelfde. En het voordeel is, we willen wat een aanhoudend effect krijgen. En in deze bronzer zit al een lichthoudend litter, dus dan moet ik daar eigenlijk niks speciaals voor doen. En dan neem ik de lichtste kleur. En deze breng ik aan als highlighter. Dus dat breng ik hier aan. En vooral deze kleur, alleen laten we zeggen, geeft de houden glitters heel erg. Dus perfect voor deze look. Let op als je dit doet dat je natuurlijk het roze van onder je ogen niet wegveegt. Okay. En dan zijn we nagenoeg klaar. De ogen had ik zo goed gedaan. Dan doen we de lippen. Ik gebruik de lippenstift van de Body Shop in de kleur 07. Het is gewoon een My Lips But Better kleurtje. En dit toppen we af met de Elf Shimmering Facial Shimmering Whip in Pink Lemonade. En dit zal voor wat glans zorgen. De kleur, ik ben alleen een beetje bang dat het iets te frosty gaat zijn, dus ik gebruik heel weinig. En dit dab ik over mijn lipkleur. Zo. En dit is meer dan genoeg. Dus dan heb ik een lichte, frosty roze lip. En dan is het nog eens tijd om met de mascara terug over te gaan. En dit is de look. Duidelijk heel draagbaar, toch voor op het werk en zo. Maar toch speciaal genoeg voor speciale gelegenheden, laten we zeggen. Ik ga eens inzoomen, dan kunnen jullie het beter zien. Kijk de kant. Nu moet die eventjes herstellen. Ik ga mijn. Ik weet niet waarom hij niet herstelt. Ja. Dus je ziet duidelijk het roze onder mijn oog. En in de midden, in de binnenste kries met. Wacht hoor. En dan het bruinige. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dat jullie dit een leuke look vinden. Als jullie vaker uitwerkingen willen zien van MAC Facechars, want ik heb er nog heel veel liggen bij mij. Laat het mij zeker weten en dan ga ik dit voor jullie proberen. Nu, als ik zo'n MAC Facechart uitwerken, ga ik wel werken met mijn eigen producten. Dus de producten die ik zelf beschikbaar heb. Ik ga niet speciaal de producten die gebruikt zijn, die Facecharts, gaan gebruiken op mijn gezicht. Want anders is dat voor mij gewoon niet betaalbaar. Dat is ook logisch. Maar het is wel leuk om dan misschien eens te zien hoe je deze looks ook kunt maken met goedkopere producten. Als jullie dit leuk vonden, duimpje op. Abonneer je op mijn kanaal als je op de hoogte wil gehouden worden van mijn filmpjes. En tot de volgende keer. Dag!